Langzaamaan verandert een stukje van de steenweg in Helmond in een klein dennenbos. Het is een speciale lading kerstbomen voor de woonwinkel van John van Hout. Deze bomen zijn bedoeld voor mensen die hun boodschappen doen bij de Super Sociaal in Helmond. De voedselbank van Helmond, zeg maar. Daar hebben wij een actie voor gemaakt dat 100 klanten bij ons terecht kunnen om gratis een boom op te komen halen. Bij Super Sociaal zijn ze in ieder geval blij met de actie van John van Hout. Je hebt hele gezinnen die gewoon echt in de armoedegrens, onder de armoedegrens leven. Een boom van 20 euro is gewoon te duur voor het budget wat ze hebben. Dus het zou fantastisch zijn als zij toch een beetje kerst en sfeer hebben in hun huis. De eerste bomen zijn inmiddels opgehaald. Maar hoe graag John van Hout ook zou willen, helaas kan hij niet iedere klant van Super Sociaal aan een boom helpen. We kunnen er gewoon niet meer weggeven. Het is een actie die wij helemaal zelf betalen vanuit ons bedrijf. En, dus we kunnen niet meer doen, maar ik hoop van harte dat ze alle 100 weggaan. De kerstbomen staan er nu nog een beetje kaal bij, maar daar wordt door de Rotary Club in Helmond hard aan gewerkt. En iedereen had ik gevraagd om kerstballen en dergelijke mee te nemen om de winkel te versieren. En ik denk dat er ook nog wel wat kerstballen over zijn. Maar misschien een goed idee om daar ook een stukje aanvulling in te doen.